Komende zondag gaat FC Groningen op bezoek bij FC Twente, de huidige nummer 3 van de Eredivisie. Voor Charon Cherry wordt het duel een weerzien met de club waar hij ooit zijn betaald voetbalcarrière in 2008 begon. Aan zijn laatste bezoek aan de voor hem bekende Grolsvesten in Enschede bewaart Cherry slechte herinneringen. Want vorig seizoen kreeg Cherry in dienst van ADO Den Haag een rode kaart tegen FC Twente. Het is direct rood voor Cherry zelfs. Voor de uit-Twente-speler. 1 wedstrijd in het eerste van FC Twente gespeeld. Kent drama natuurlijk goed. Dat zal niet meer gebeuren, maar ik heb er zin in. Cherry doorliep bij FC Twente de jeugdopleiding en maakte in oktober 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd daarna uitgeleend aan Cambuur Leeuwarden. Het is al denk ik 4 jaar geleden dat ik daar gespeeld heb. Dus eerlijk gezegd zijn er bijna niemand meer die er spelen. Alleen volgens mij Wout Brama en Sander Boske. Maar die spelen allebei niet. Dus, maar op zich gewoon leuk om daar terug te keren. Want ik ken wel veel mensen. Dus dat is wel leuk. Familie in de buurt. Dus, Ze komen ook allemaal kijken komende zondag? Ja, mijn broers komen sowieso kijken. Dus even kijken wie nog meer komen kijken. Dus wat wel gezellig. De laatste keer dat FC Groningen in Enschede won was in het seizoen 2004-2005. Toen werd dat 2-1 voor FC Groningen en was Miele Kristev de maker van het winnende doelpunt. En daar komt hij, de Macedoniër. Fantastisch schot van Kristev. Derde doelpunt dit seizoen. Met dank aan Van Gessel en Hugo. Groningen leidt dus met 2-1 na 8 minuten in de tweede helft. Na de 2-1 zege in 2004 werd er nog 1 keer gelijk gespeeld. En voor de rest alleen maar verloren bij FC Twente. Het wordt dus wel eens tijd dat FC Groningen met een goed resultaat weggaat uit Enschede. We hebben nu RKC en AFC gehad. 2 ploegen die helemaal terugzakt op eigen helft. Ja, we krijgen nu een ploeg met Twente die ons gewoon onder druk gaat zetten. Daar in de Grolsvesten, dat weet je, die gaan heel snel hoog ons onder druk zetten, overal op het veld. Daar moeten ze tegen gewapend zijn. Ja, ik heb net ook tegen de jongens gezegd, we hebben deze laatste 2 wedstrijden, de tweede helft RKC en tegen AFC, goed gevoetbald. Maar wel onder magere druk, zeg maar. En nu moeten we laten zien dat als de tegenstander veel druk zet, dat we ook lef tonen. En ook de ballen durven vragen en hetzelfde doen. Ja, je weet dat Twente een goede ploeg is, maar wij zijn er tegen gewapend. Het gaat er nu weer om het zaterdag of zondag te laten zien. Tegen FC Twente is de verwachting dat FC Groningen meer ruimte krijgt om te voetballen dan tegen RKC Waalwijk en AFC. De 2 laatste tegenstanders die FC Groningen beide wel wisten verslaan. Je ziet dat de RKC en AFC heel ver inzakken, dus er is bijna geen ruimte. Maar tegen Twente weet je dat er meer ruimte komt en dat is alleen maar positief voor ons, denk ik.